Goedemorgen, Tommetje. We gaan met Ton naar school. Ik word daar met de bus mee naar school gebracht. Ik ben Tons hulpje vandaag. Vorige keer zagen we dat invaldirigent Floris alles uit de kast haalde om goed te scoren op het streekfestival. Ik had daar zoiets van, wat hebben we jou aangedaan? Om jou te vragen om dit te doen. De vraag is, wordt Floris ook de nieuwe dirigent? 5 minuten later hadden we een nieuwe dirigent. De Sint is in het land. Ook in Andel wordt de goedheilig man niet vergeten. Voor het jeugdorkest van AFC is er een belangrijke rol weggelegd. Zij leveren de muzikale bijdrage. Gaan we zo met z'n allen de kar op. Gaan we een rondje door Andel rijden. En als Sinterklaas er dan is, dan gaan we muziek maken. En dan rijden we met de mensen mee hier naartoe. En dan komt Sinterklaas hier naar binnen. Andels Fanfarekorps organiseert traditiegetrouw de intocht in Andel. We doen dat voor de ondernemersvereniging. Maar die zit op zaterdag altijd een beetje moeilijk met de winkels en zo. En daarom hebben wij de organisatie overgenomen. Dan zorgen wij met muziek en het organiseren van de aankomst. Dat alles op goede rolletjes loopt. Peter is er maar druk mee. Ja, om te zorgen dat alles in orde is. Pepernoten, geluid. Ja, allerlei helpers. Er moet even de dijk afzetten voor het verkeer. Dus zulke soort dingen. Ja, iemand... regelen dat de boot op tijd komt, ja, en dat die komt. Ik ga die Piet even bij de boot brengen zo meteen. Nee, komt even goed. Ik weet dat ze een microfoon aan de stijger moeten hebben, zeg maar. Ja, liefst een mobiel. Ja, een draadloze. Ja. Ja. Het is altijd een leuke dag, en voor de kinderen ook. Dus als het goed verloopt, is het voor ons leuk en voor de kinderen. Ja. Ja, mooi. Krulletjes. Ja. De Pieten-discussie leeft volgens mij hier niet echt. Er hoort er weinig over. Ja, mensen willen dat toch vasthouden wat altijd geweest is. Ik moet zeggen, ik kan er wel iets bij vinden bij die discussie. Maar ik denk dat we hier, zoals het al met alles, dat we het beter kunnen laten. Zo, ja. Het gaat allemaal goed, tot nog toe. Ja, het gaat perfect. En deze varen zo meteen. Hè? Spanje is erop. Terwijl de laatste voorbereidingen in volle gang zijn, neemt Arja 2 Pieten mee op een speciale missie. Ze gaan langs bij Jill, dochter van een orkestlid. Ik zat met Miranda, de moeder van Jill, op een gegeven moment aan de bar. En die zegt tegen mij, goh, Jill die kwam naar me toe. Die zegt, ma, weet je wat ik nou graag zou willen? Ik zou graag zo'n verhaaltje vertellen als zo'n orkest gaat optreden. Hallo, hey, wij zijn er. We komen er zo aan. Ja? Tot zo. Oké, is goed. Doei, doei. Ook het bestuur vindt het een goed idee. Dus wordt Jill officieel uitgenodigd als lady speaker. Hallo. Goedemorgen. Waar komen we wat leuks brengen? Het nieuwjaarsconcert was daar een mooie gelegenheid voor. Dus hebben we ze verrast en ze was super blij. We nodigen je daarom uit voor ons nieuwjaarsconcert op 1 januari 2016. Waar jij dan het jeugdorkest van Anders van Varekorps gaat aankondigen. En? Een droom die uitkomt, Jill? Ja, ik ben een beetje aan het trillen. Die hoort niet op. Zo. En als Sinterklaas voet aan wal heeft gezet, volgt er een rijtocht door het dorp. Wil jij die staf even pakken? Met muzikale ondersteuning van het jeugdorkest. Dat vind ik nou echt van een fanfare. Mooi dat je inderdaad van alles speelt. We spelen op een concours of een klassiek concert. Echt fanfare muziek die hartstikke mooi is, super lastig is. En we spelen dit soort muziek. Ja,
vrolijkste muziek, maar gewoon even lekker spelen. Het draait nu niet om de muziek, maar om het feest en de gezelligheid. En we zijn blij dat we weer binnen zijn. Het streekfestival is voorbij. De rust bij de fanfare is terug. Het is nu tijd om vooruit te kijken. De belangrijkste vraag, wie wordt de nieuwe dirigent? Dus bij een stukje van de trompet even, kan waar we zo mooi in tetjes, of maat 61 precies? Een dirigent is eigenlijk, eigenlijk een van de belangrijkste dingen van het orkest. Eigenlijk het belangrijkste waarschijnlijk wel. Daar hangt alles vanaf, tenminste heel veel. Die kan een orkest maken en breken. Hoe belangrijk een dirigent is, weet AFC als geen ander. Meer dan 30 jaar stond Danny Oosterman aan het roer van het orkest. Al die jaren bewaakte hij de klankcultuur waar het orkest zo bekend om staat. Wat nou maakt dat die klank er is, weet ik niet. Dat weet ik echt niet, maar het is er wel. Het is ook moeilijk uit te leggen, maar inderdaad gewoon het warme dekentje van de bugels zo erin. En dan de trompetjes die dat, het scherpe eruit halen. Ja, mensen in Andel luisteren toch goed naar elkaar. Die zijn door de jaren heen gewend geraakt om op een milde manier klank te vormen. Die ook toch transparant is doordat mensen toch op een luisterende manier met elkaar klank vormgeven, zeg maar. Ja, dat is gewoon mooi. En dat is die bijzondere klank die we hebben. Niet twijfelen. Maar hoe kies je nu de juiste dirigent voor een orkest? We zijn in commissie bij elkaar gekomen en die commissie bestond dan uit de groepshoofden. Hè, dus de hoofd van de trompetten, en de hoofd van de bugels, van de bassen, slagwerk. Dan komt er een gesprek over dirigenten, over wensen. Wat willen we, wat willen we niet? Toen is er aan de hand daarvan een profielschets opgemaakt en... Dan ga je op zoek naar een dirigent. Maar eerst hadden we ook nog gevraagd aan Floris, wat denk jij ervan? En dat is niet zo'n gek idee. Floris is een oude bekende. Als dirigent van het jeugdorkest heeft hij heel wat jaartjes meegedraaid in de club. Hij kent het orkest dus als geen ander. Kijk, ik heb hem als dirigent gehad voor het jeugdorkest, dus ik kende hem ook al een langere tijd. Ik denk dat hij wel goed bij de vereniging past in ieder geval. Hij brengt ons speelgenot. Het lijkt dus de ideale dirigent voor de club. We moeten iemand hebben die onze eigen dingen uitvergroot, kan uitvergroten. Die net even de muzikale lijnen onderstreept. Floris is heel goed om relatief snel de muziek in te studeren. Dus je bent al vrij snel bekend met de noten. De grote vraag is, wat wil Floris zelf? Wil Floris dat wel? Dat was eigenlijk iets waar ik niet helemaal zeker van was, of dat hij dat wilde. Maar ik begrijp dat hij dat, eigenlijk best graag wil. Ander heeft er maar een plekje. En ik denk dat er andere orkesten zijn die ik ook vanuit mijn dirigenten bestaan goed ken. Waarvan ik ook zou zeggen, daar had ik me misschien sneller genegen gevoeld om het te gaan doen. Maar twijfel, twijfel. Maar voor anders van Varenkorps niet. En 5 minuten later hadden we een nieuwe dirigent. Wij denken eigenlijk allemaal wel dat jij dat, dat hebben we even wel in hebt. Kijk, ja. Natuurlijk. Miranda van den Besselaar woont in Aalst en is moeder van 3. Joost, Tom en Jill. Goedemorgen. We gaan met Tom naar school. Ik word daar met de bus mee naar school gebracht. Ik ben Toms hulpje vandaag. Hé, Tom? Tom is 14 inmiddels. Dus die begint al aardig pubertje te worden.
Dat is luxe, hè? Dialoog mee. Hij functioneert op het leeftijdsniveau eigenlijk van 6 maanden. Dus hij heeft een gruwelijke achterstand. En dat zal nooit echt meer worden. Deurtjes dicht. Overdag zit Tom op de dagopvang in Den Bosch. En vandaag gaat Jill mee om te helpen. Want ze heeft vakantie. Dus hij is 5 dagen in de week dus hij hier op de Elzengaard. En dan gaan ze snoezelen, of ze gaan knutselen, ze gaan muziek maken, ze gaan zingen, zwemmen. Oh, Dennebom, wat zijn je takken wonderen. Hoe is het, Tom? Er is eigenlijk nooit echt duidelijk uitgekomen wat er dus met hem aan de hand is. Hij heeft allerlei onderzoeken gehad, CT-scans, MRI-scans. Helemaal binnenstebuiten gekeerd, van baby af aan al. En dus zijn eerste levensjaar was heel beangstigend eigenlijk. Ik heb ook mijn spreekbeurt over hem gedaan. Want heel veel mensen vragen allemaal van, ja, hoe eet hij dan? En, want hij slikt het dan niet door en krijgt hij... wel eens aanvallen. Ja, dan moet ik ze dat allemaal uitleggen. Dus ik dacht, ja, dan doe ik het gelijk in mijn spreekbeurt vertellen. Dan weet gelijk iedereen het. Dan hoef ik het niet elke keer opnieuw uit te gaan leggen. Heel veel kinderen vragen allemaal van, ja, hoe is dat dan? Vind je dat niet raar? Vind je dat niet eng? Of vind je dat niet heel erg dat hij dat is? Ja, ik kan het heel erg vinden, maar ik kan niks aan doen. Dus... Tom is leuk zoals hij is. Of hij nou gehandicapt is of niet. Lekker dansen, Tom. Lekker dansen. Ben je klaar voor Tom? Gaan we nu net het zwembad doen. Je groeit er ook mee op. Ik denk dat het dat ook is. Kijk, zo'n kind wordt geboren bij jou in het gezin. En we hadden natuurlijk al een zoon, Joost. Die was toen ook nog net, die was nog geen 3. Nou, die moet je daar ook wel in meenemen. Dus en als je jezelf alleen maar kommer en kwel ziet... Van ja, oh, het is ernstig en dan knapt je andere kind daar ook niet van op natuurlijk, van alleen maar ellende. Wat zit het om? Jill die weet precies wat er moet gebeuren en die, het is eigenlijk een klein verpleegstertje al. Ja, Tom was echt moe. Oh, je bent echt moe, schatje. Je bent echt moe, hè? Hij is echt het liefste wat er bestaat. Als er eentje dankbaar is en eigenlijk heel zorgeloos, dan is het Tom wel. Ja, het is niet zo dat we altijd lopen te zingen en te fluiten, hoor. Dus het is niet dat we altijd vrolijk zijn. Maar over het algemeen, niet de problemen, soms zware problemen ervaren met de thuissituatie, dat we er niet meer uitkomen. Nee, gelukkig niet. En soms zijn we gewoon ook moe. Nou, dan doen we even niks. Dan hebben we pyjama dag. Volgende week in Met de Muziek mee. Iedereen mag het weten. Floris is de nieuwe dirigent. Ik heb om 10 uur nog een afspraak in de Buitenhof. Met de nieuwe dirigent van Anders Vervaren. Hoe is het om Danny Oosterman als dirigent van Anders Vervaren op te volgen? Ja, wat met de binnenschiet eigenlijk toch een grote eer. Thank you.